Hallo allemaal. Nou, vandaag gaan we het hebben over de metaalbinding. En zoals je ziet heb ik al een aantal dingen hier op het blad geschreven. We gaan het hebben over de binding in het metaal. Nou, we hebben natuurlijk al gehad over zouten en we weten wat voor bindingen je in zout hebt. We hebben het gehad over moleculaire stoffen en we hebben gezien welke bindingen je in moleculaire stoffen hebt. Nu over de metalen. Nou, een metaalbinding, dus de binding in een metaal, ziet er als volgt uit. Kijk, wat je hier ziet, dat zijn allemaal metaalatomen. En die metaalatomen die hebben allemaal een paar elektronen losgelaten, waardoor ze positief worden. Want als een atoom wat elektronen loslaat, dan blijft er natuurlijk een positief ion over. Dus dit zijn eigenlijk allemaal positieve metaalionen. En tussen die metaalionen heb je dan vrije elektronen. Dat zijn de elektronen die die atomen hebben losgelaten. Nou, en die vrije elektronen die zorgen als een soort lijm ervoor dat die positieve metaalatomen bij elkaar blijven. Nou, dat is dus de metaalbinding. Positieve metaalatomen of positieve metaalionen bij elkaar gehouden door vrije elektronen. Nou, die metaalbinding die is sterk. Dus dat betekent dat de smeltpunten natuurlijk ook erg hoog zijn, vanzelfsprekend. En dat is ook een reden waarom metalen bijvoorbeeld nergens in oplossen, omdat die metaalbinding zo sterk is. Nou, wat is dan een rooster eigenlijk? Wat is een metaalrooster? Nou, stel je nou eens voor dat je allemaal baksteentjes hebt en die bakstenen ga je op elkaar stapelen. Nou, je begrijpt wel dat je op verschillende manieren die bakstenen op elkaar kunt stapelen. Nou, de manier waarop je ze stapelt, dan noem je het rooster. Dus we kunnen ook bij zouten spreken over een ionrooster. Hoe zijn die ionen op elkaar gestapeld? We kunnen bij moleculen spreken over een molecuulrooster. Als je een vaste moleculaire stof hebt, ja, hoe zijn dan die moleculen op elkaar gestapeld? Nou, de manier waarop ze gestapeld zijn, dat noem je een molecuulrooster. En in dit verband natuurlijk kunnen we ook spreken over hoe die metaalionen op elkaar gestapeld zijn. Dat is dan het metaalrooster. Nou, metalen hebben specifieke eigenschappen. We weten allemaal dat elk metaal glinst. Elk metaal heeft een metaalglans. En als je dat bij een stukje metaal niet direct ziet, dan betekent dat een stukje metaal een beetje gecorrodeerd is. Aan de buitenkant van metaal heb je dan een metaalverbinding. En die glans niet, maar als je die metaalverbinding aan de buitenkant dat weghaalt, dan zal je zien dat je altijd weer die glans terugkrijgt. Nou, als je nou kijkt naar een metaal zoals we hier zien, dan kunnen we nu ook begrijpen waarom een metaal buigzaam is. Want kijk, als je metaal gaat buigen, dan verander je de posities van die metaalionen ten opzichte van elkaar. Maar dat maakt voor de sterkte van de binding niks uit, want ertussen zitten toch gewoon allemaal vrije elektronen die als een soort lijm dienen. En dat die positieve ionen een beetje ten opzichte van elkaar verschoven zijn, dat maakt niks uit. Die metaalbinding blijft dan toch even sterk. Een metaal kan daardoor heel makkelijk buigen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een zout. Kijk, ik heb hier nog even voor jullie getekend. Een zout bestaat uit allemaal positieve en negatieve ionen, zoals je ziet, hè. En elk positieve ion is gericht naar een negatieve ion. En dat zorgt voor die sterke ionbinding. Maar stel nou dat je in een metaal de boel een beetje verschuift. Wat zie je dan? Dan komt heel makkelijk komen dan negatieve ionen tegenover elkaar te zitten. En positieve ionen komen ook tegenover elkaar te zitten. En die stoten elkaar af. Dat is de reden waarom een zout altijd bros is. Het verbrokkelt heel erg makkelijk. En dat komt omdat die, als je het een beetje gaat verschuiven, dat ionenrooster, negatieve ladingen tegenover elkaar komen, die stoten elkaar af. En positieve ladingen komen ook tegenover elkaar en die stoten elkaar ook af. Nou, we snappen nu waarom een metaal stroom goed geleidt. Dat komt dus door die vrije elektronen. We snappen waarom het buigzaam is. We snappen waarom het een hoog smeltpunt heeft. En we begrijpen ook waarom metalen makkelijk met elkaar mengen. Dat komt omdat andere metalen natuurlijk ook bestaan uit dezelfde ionen. En die kunnen heel makkelijk tussen elkaar in gaan zitten. En die worden altijd weer bij elkaar gehouden door die vrije elektronen. Nou, als je metalen gaat mengen, dat kan, hè, metalen mengen makkelijk, dan noem je zo'n metaalmengsel een legering, oftewel een alliage. Dat is precies hetzelfde.
legering of alliatie is een metaalmengsel. Wat is dan een amalgaam? Nou, een amalgaam is ook een metaalmengsel, maar in dat metaalmengsel zit altijd kwik. Dat is een amalgaam. Oké, nou, laten we eens even kijken hoe we nou eigenlijk een metaal kunnen maken. Hoe kan je nou eigenlijk een metaal maken? Nou, je moet je voorstellen dat metalen in de natuur eigenlijk voorkomen als ionen. Metalen komen eigenlijk altijd voor als ionen en dan in een verbinding met negatieve ionen. En goud komt alleen maar voor als element, dus niet als ion. En zilver komt voor in verbindingen, maar kan ook, dat komt niet zo heel veel voor, maar dat kan ook, zilver kan ook in kleine zilverklompjes in de natuur gevonden worden. Dus gewoon als element, niet als ion. Hoe komt dat eigenlijk? Nou, dat heeft te maken met, dat heeft te maken met redoxreactie. Als ik het hier nog eventjes zet. Hier is Binas tabel 48. En als je nou hier kijkt, hier zie je lithium staan. Lithium is de sterkste reductor. Die staat dus heel makkelijk elektroon af. En die wil dus heel graag overgaan in de ionvorm, Li+. Nou, dit zijn allemaal metalen. Je ziet metalen, lithium, kalium, barium, calcium, natrium, magnesium. Dat zijn allemaal stoffen, elementen die heel graag in de ionvorm voorkomen. Dus daarom vind je ze ook in de natuur in de ionvorm. Bijvoorbeeld ook zink en nikkel en tin en lood, die komen allemaal in de ionvorm voor in de natuur. Kijk hier naar goud bijvoorbeeld. Goud is een zwakke reductor. Dus die zal niet zo heel makkelijk overgaan in zijn ionvorm. Daarom vinden we goud gewoon in zijn ongeladen staat in de natuur. Oké, dit haal ik weer even weg. Nou, dus de meeste metalen komen als ion voor in verbindingen. Nou, hoe kunnen wij nou metalen maken? Als de metalen eigenlijk allemaal voorkomen in de ionvorm, hoe maken we dan van die ionen de elementen? Nou, voor goud kunnen we dat kunnen we gewoon vinden in de natuur, dus daar hoeven we niks mee te doen. En zilver kunnen we ook in de natuur vinden, maar soms vinden we het ook in de ionvorm. Nou, hoe doen we dat? We moeten dus eigenlijk van verbindingen waarin metalen voorkomen, kijk, hierin komt koper voor met een lading van 2+. Hoe maken we hier nou koper van? Koper zonder lading. Nou, dan moeten we eigenlijk een redoxreactie doen. En wat we doen, we maken van die koper 2+, maken we koper. Dat kan je doen door het te mengen met bijvoorbeeld koolstof. Dat doen ze in hoogovens. In de hoogovens brengen ze dit soort verbindingen, dus eigenlijk metalen in ionvorm, die breng je erheen, je mengt het met koolstof, verhit het tot een hoge temperatuur en dan ontstaat de koolstof. Of ook in dit geval koper. Dat is één manier. Je doet het in de hoogovens. De tweede manier is een elektrolyse van een zoutoplossing. Kijk eens even, we hebben hier een zoutoplossing. En in die zoutoplossing zitten koperionen. CO2+, AQ. Je zit hier op een positieve pool en een negatieve pool. Wat gebeurt er bij de negatieve pool? Dat hebben we geleerd. Daar kan water elektronen opnemen. Maar CO2+ kan ook elektronen opnemen. En als we in Binas tabel 48 kijken, dan zien we dat CO2+ de sterkste oxidator is. Dus CO2+ gaat elektronen opnemen. En dan heb ik hier even in het rood neergezet. CO2+ neemt 2 elektronen op en wordt koper. Dus aan de negatieve pool ontstaat de stof koper. Zo kan je dus ook een metaal maken. En ik heb in dit geval koper als voorbeeld genomen. De derde manier is elektrolyse van een gesmolten zout. Want stel nou eens voor dat je op deze manier een natrium zou willen maken. Dan zou ik hier water hebben en Na+ ionen. En we gaan eens kijken welke van de twee is de sterkste oxidator. En het blijkt, dan is water de sterkste oxidator. Dus water gaat een elektroon opnemen en niet Na+. Dus dan kan je ook geen Na maken. Nou, wat je dan kan doen is je neemt een gesmolten zout. Je neemt gesmolten natriumchloride. Dus dan moet je gewoon het natriumchloride tot een hele hoge temperatuur verhitten.
Dan zitten we echt wel boven, ver boven de 1000 graden Celsius. Dan smelt het. En wat gebeurt dan met de negatieve pool? Nou, je hebt nu in dit geval geen water. Je hebt alleen maar Na+ wat naar de negatieve pool gaat. En nu gaat Na+ wel elektronen opnemen. En Na+ neemt een elektron op en dat wordt dan het zuivere element natrium. Dus dit zijn de drie manieren waarop je een metaal kan maken. Ik hoop dat het duidelijk was en ik zie jullie weer de volgende keer.